En dan is het alweer tijd voor de derde finalist. En de derde finalist die droomt ervan om het Junior Songfestival te winnen. Maar ja, wie doet dat nou niet? Maar onze Polle die gaat er helemaal van. En wat hij zingt, komt recht uit zijn hart. Mijn naam is Polle en mijn liedje heet Music in My Heart. Als ik op het podium sta, dan voel ik me in het begin een beetje zenuwachtig. Alleen uiteindelijk dan denk ik, ik moet alles geven en dan geef ik ook alles. Ik wil heel graag naar de internationale uitzending in Armenië, omdat het lijkt me gewoon echt kicken om daar gewoon een keer mee te maken. Wat je altijd op tv ziet, Eurovisie, en dan gewoon zelf daar staan. Met Music in My Heart is hier Polle! Applaus voor de band van Polle, alsjeblieft. Zo, kijk eens al die fans. Zelfs de Polle handpop zien we. Wat vind je ervan, al die spandoeken? Ja, ik vind het echt allemaal heel leuk. Echt iedereen bedankt. En dan is het alweer tijd voor de allerlaatste finalist. Deze dame maakt het liefst de hele dag muziek en heeft er een hekel aan om de kamer op te ruimen. Kortom, een echte puber. Ik ben Rachel en mijn liedje heet Teenager. Voordat ik ga optreden heb ik niet echt een ritueel. Ben ik ontzettend zenuwachtig. Maar probeer ik me gewoon zoveel mogelijk te ontspannen. En dan de zenuwen schud ik dan van me af, zeg maar, op het podium eenmaal. Of ik in Armenië geweest ben? Nee, want ik ben echt nog nooit in Armenië geweest. Maar het lijkt me wel ontzettend gaaf. Het nummer Ik Ben Een Teenager is hier Rachel! Ja, de wereld aan mijn voeten, er is niets op mijn kant.
Dankjewel, Rachel. En mag ik ook een applaus voor de dansers Dylan, Roy, Melle en Daniel. Pollen, dat moment dat je hoort dat je erin zit, hoe is dat? Nou, het moment dat ik dat heb gehoord, ik weet nog, die ene keer dat ik uit het raam kwam. Ik wist niet dat wat me overkwam en toen hoorde ik mijn muziek en ik zag een cameraploeg. Hier kwam je net uit Putten. Toen was ik zo blij en ik dacht echt zo van yes, ik ben... En uiteindelijk dan krijg je die brief waarop staat finalistje in je Songfestival 2011. Dan staat er zo Pollen. En dan is echt zo'n fijn moment. Dus hier, dan zit je erin, in die shows. Dan gaan je allerlei leuke dingen doen in die maanden. Wat is jou bijgebleven? Wat mij het meest is bijgebleven is toch echt de studio gaan met twee talenten. Zoals Jesse en Brian Dutch is een droom voor mij die uitkwam. En de clipopname, groepsclipopname, die vond ik ook heel, heel leuk om mee te maken. En ja, bij de Future Presidents natuurlijk, CD's dat ik laatst opnemen. Ja, want je zegt hier bij de clip, maar je hebt met jouw idool Jesser heb je je nummer opgenomen. Hoe was dat voor jou om te doen? Om met Jesser en Brian Dutch te werken, ja. Het is echt een droom voor mij die uitkomen. En ik ben zo blij dat ik hun heb leren kennen. Ik heb zoveel tips van hun gehad. En ja, heel erg bedankt bij deze. Rachel, ja, wat is jou bijgebleven? Het inzingen van het nummer. Hoe was dat? Hoe was dat, het inzingen van het nummer? Zie je al hier namelijk nu in actie? Ik vond het echt super tof. En ja, het is natuurlijk, het is nieuw, maar het is echt heel leuk om mee te maken. En dat is echt een ervaring die je bijblijft. Jullie zijn ook een hechte groep vrienden geworden. Dat zien we achter de schermen. Sera, wat is er leuk om... Wat kun je herinneren voor leuks wat je met elkaar hebt gedaan? Dat we in het vakantiepark gingen slapen. En de videoclip vond ik wel heel leuk. En het kampvuur, hè? We zien hier nu beelden. Ja. Dat was gezellig met de gitaar. Pollen met de gitaar natuurlijk. Met z'n allen zingen. Ja, jullie kunnen nog stemmen. En om jullie een beetje te helpen, ga ik eventjes langs de fans. Fans, laat je eens horen! Heavy. All now for aim, ja, we gaan ervoor. Oh, oh, oh.
Dankjewel, de finalisten van het Junior Song Festival 2011.